super leuk dat je weer kijkt. Vandaag heb ik weer een shoplog en dit keer helemaal in het thema van de herfst. Ik heb ontzettend leuke items van Naked en Chicel die ik aan jullie laat zien. En ja, die gaan we lekker stylen. Zoals je ziet is de helft nog niet geabonneerd, maar kijkt wel. Dus ben je nog niet geabonneerd, vergeet me zeker niet te supporten door op de rekening op te klikken. Daar ben ik weer met een nieuwe Naked / Chicel shoplog. Om eigenlijk helemaal ready te zijn voor de herfst. Super veel leuke zomerjurkjes gekocht en heb het gewoon niet kunnen gebruiken. Gaan we weer lekker naar het najaar. En het najaar is wel acht. Een van mijn favoriete seizoenen als het gaat om outfits. Want het is niet te koud, dus je hoeft niet 500 lagen aan met truien aan te doen. Zodat je een beetje maar kan leven. Maar het is ook niet heet. Dus je kan eigenlijk net een perfect outfitje met een leuk jasje. En het ziet er leuk uit en je hoeft niet te veel na te denken van hè, moet ik 500 truien aan of moet ik een hemdje aan? Deze video is een samenwerking, dus hebben we zeker weten een kortingscode. Voor Naked is dit samen voor 20 en dan kan je aankomende hele week, als je dit kijkt, 20% korting krijgen met de kortingscode samen voor 20. En voor Chicel is dit Sarah20 en hiermee krijg je ook 20% korting. Dus 20% korting is altijd super chill. Vooral als je op in gaat staan voor het najaar. Vergeet zeker niet mijn kortingscode te gebruiken. Nou, ik heb dus... Oh my god. Een doos van Naked. Dat is echt niet normaal. Hij past gewoon niet eens in beeld. Maar dat betekent dus meer leuke items. Ik mocht bestellen voor 500 euro. Dus ik heb voor 500 euro aan... kleding en schoenen en jassen en weet ik het allemaal. Dus ik ben helemaal benieuwd. Ben je ook benieuwd naar de items? Vergeet dan zeker niet alvast een blauw duimpje omhoog te geven. En me te volgen op Instagram. Stalk je girl helemaal kapot. En ja, vergeet me natuurlijk ook niet te supporten door op de rode knop te klikken. En te abonneren en de notificatie aan te zetten. Dan blijf je altijd op de hoogte als ik een nieuwe video plaats. Of je nooit meer een leuke video van mij te missen, you know. Ik ben echt vervelend. Oké, ik heb een beetje geprobeerd om te shoppen op outfit. Het zijn allemaal leuke losse items. Maar ik heb een beetje geprobeerd samen te stellen. Zodat jullie een wat leuker idee erbij kunnen krijgen. En ik zelf ook weer leuke herfst-najaar outfits heb. Ik ga beginnen met deze legging. Ik vind het altijd ontzettend chill om leggings te combineren met blouses, met jasjes, met van alles. Dus echt een must-have item in de herfst vind ik. Het hebben van een leuke legging. Deze legging is met ribbels. Dus het maakt nog wel een leuker effect. Kijk, even dus ribbels. En ik heb hem in de maat 38, denk ik. Oh, in de maat M. Ik hoop ja, dat hij gewoon goed aangesloten zit en niet te wijd is. Want ik vind het niet leuk als een legging te wijd zit. En daarbovenop heb ik een superleuk beige soort jas. Maar je kan hem dragen als jas, maar je kan hem ook gebruiken als in outfit. En deze heb ik in de maat 38, want ik weet dat de maat 36 uit is verkocht. Misschien is het dan maar hartstikke leuk oversized. Dus we gaan het zien. Dit is dus eigenlijk een soort van nepleer in de kleur beige. Ik ben verliefd op de kleur beige. Zo ziet hij eruit. En hij heeft dus ja, zo'n ding dat je omheen kan strikken. Dus je kan deze gewoon dicht dragen als echt outfit. Maar je kan natuurlijk ook over een outfit heen slaan als jas. Dus dat je hieronder gewoon een topje of een shirt of iets draagt. Dus ik ga deze samen even passen. Oké, dit zijn de eerste items. Ik ben... nu al echt super enthousiast. Ik vind dit echt een ontzettend leuk ding voor het najaar. Ja, dit kan je natuurlijk eigenlijk op alles dragen. Maar ik vind het zo leuk. Ik vind het kleurtje ook echt heel leuk. En dan gecombineerd gewoon simpel met een soort legging. De legging zit trouwens perfect. Hij zit goed aangesloten aan de onderkant ook. Dus niet te wijd. En ik vind het gewoon leuk dat hij een ribbeltje heeft. Dus dan lijkt het niet alsof je gewoon een of ander slaap... legging aan, maar wel echt gewoon nog een leuk detail. Helemaal leuk. Het is natuurlijk wel een zweetstofje, maar van binnen is het gewoon van stof. Dus je voelt van binnen lekker zacht stofje en niet echt dat plakkerige spul, zeg maar. Dus love that. Ja, ik vind dit item wel echt het leukst. En die legging is meer gewoon een handige must-have. Dan leuk hierbij zijn sneakers. Ik hou helemaal van de chunky sneakers. Echt love it. En ik heb nu deze ontzettend leuke wit met zwart en beige.
lijkt me echt ontzettend leuk bij deze outfit. En ik heb dus in maat 39. Zo, het zijn echt, echt huge ass chunky sneakers. My love it. Echt. En ik vind deze kleur ook chill, want dit kun je gewoon lekker met alles combineren. Dus benieuwd. Nou, de sneakers zitten echt perfecto. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar ik vind deze echt heel leuk hierbij staan. En maat 39 is eigenlijk perfect voor mij. Het past natuurlijk echt overal onder. Dus super chill item voor het najaar. Lekker met alles kunnen combineren. Dan precies dezelfde outfit, maar dan met een ander bovenstuk. En dat is dit item. Het is een blouseje. Blauw-wit gestreept. Ja, dit is ook echt zo'n standaard item wat je echt eindeloos kan combineren. Het kan op een spijkerbroek. Ik ga het nu op een legging doen. Maar dit is gewoon echt zo'n leuk item wat je met van alles kan doen. En ik vind het echt heel erg leuk. Ik heb deze in de maat 36. Dit is dus de blouse. Dit kan je ook combineren met een spencer eroverheen of onder een trui te doen. Dus ik vind het gewoon een chille blouse wat je echt met van alles kan gebruiken. Nou, dit vind ik echt top. Dit is echt gewoon een super fine item. Dat je met van alles kan combineren. Ik heb hem dus niet te oversized gedaan, want ik vind het ook wel leuk om hier bijvoorbeeld een trui overheen te doen. En dat je details van de blouse onderuit ziet komen. Wat ik ook zag is dat iemand en dan de onderste knoopjes los deed. Toen zit het gewoon een beetje zo. Een beetje zo wijd. En dat vond ik ook wel een soort leuk idee. Als je natuurlijk een broek aan hebt, dan blijft het wat een beetje zo lang. Ik heb nu dus die legging aan. Maar ik vond het ook wel een soort grappig of zo. Dat je natuurlijk zo draagt. Dat vind ik ook altijd leuk. Dit vind ik ook altijd leuk met een blouse. En ja, deze sneakers passen er gewoon bij. Hartstikke leuk. Dus dit item is ook helemaal toppie. Dan het volgende item is een jas. Een jas is natuurlijk ook niet te missen in dit najaar. En dit is een soort zwarte bomberjas. Kropt. Je hoeft natuurlijk net niet een winterjas aan. Maar dit is dan meestal ideaal om even over je outfit heen te gooien. En ik vind het altijd leuk staan. Ik heb hem in de maat 36. Want omdat hij al best oversized van zichzelf dus is. Ideaal. Zo'n leuk bomber. Hij is dus lekker kropt. Dat vind ik echt heel leuk. En hij heeft wel echt een hoge kraag. Dus dat is wel chill als het koud is. Dat hij lekker hoog zit. Het staat natuurlijk nu een beetje raar met die blouse eronder. Maar ik denk dat dit ook echt heel chill op de scooter is. Ook al ga ik een auto kopen. Maar dit is het bomberjack. Superleuk. Ja, helemaal chill voor de herfst. Beetje gek met dit eronder, maar negeer het even. Dan de volgende twee items. Dit is niet per se gekocht in een setje. Het zou misschien wellicht leuk op elkaar staan, dat weet ik niet. Want ik heb niet echt samen gekocht, maar ik vond twee leuke items. Als eerst een nep leren broek. Legging-achtig geweren. Dus een wat nettere legging. Hij heeft hier een rits aan de zijkant. Heel erg leuk beige, donker beige kleurtje. Een beetje bruin. En dit kan je natuurlijk echt met superveel combineren. Heel erg leuk. Echt een najaarstint. En nu voor daarboven heb ik een leuk satijn zwarte blouse. Maar het is niet echt dat dit per se de outfit is. Zo ziet de blouse eruit. Hij heeft dus hier een V-hals. Beetje kropt. Leuk mouwtje eraan. Dit is meer leuk voor uit eten of voor misschien wat meer uitgaansbloesje. Maar wel heel leuk. En ik heb hem in de maat 36. En de broek heb ik volgens mij in maat 38. Ja. Dus dit is super leuk op elkaar. Maar niet per se dat het echt een outfit is. Nou, ik vind allebei de items eigenlijk ontzettend leuk. Ik vind de blouse nog leuker als ik had verwacht. Ik dacht het best wel zo een beetje saai zou zijn. Maar ik vind het echt ontzettend leuk blouse voor uitgaan of zo. Of voor stage ook op zich wel kunnen. Alleen een beetje diep inkijken. Maar hè. En de legging zit eigenlijk wel goed. Beetje aan de strakke kant misschien hierboven. Maar misschien kan het ook wel een beetje uitlopen. Ik denk dat het echt super leuk te combineren is. Met van alles eigenlijk wel. Ik vind het leuk op elkaar staan. Niet per se dat ik het elkaar zou dragen. 1, 2, 3. Maar wel heel leuk. Dan weer bij deze outfit heb ik ontzettend leuke laarsjes.
Kijk hoe leuk. Echt weer zo'n leuke beige tint. En dit zijn dus laarsjes die hier helemaal los zitten. Kijk, hierboven is het gewoon los. En dit is een stevige schoen. Dus ik vind dit echt een hele leuke hak. Naar mijn stage draag ik ook best wel vaak hakken. Dus love it. En ik denk dat het heel leuk gaat staan onder deze legging. Nou, de laarsje zit eigenlijk ook perfecto. Ik vind ze heel leuk. Heel leuk kleurtje. En ze zijn niet te hoog voor mij doen. Ik zou hier prima zomaar een hele dag op kunnen lopen. Ik zal ze nog even zo laten zien. Zo met de legging eroverheen. En zo zijn ze dus helemaal. Hele, hele leuke hakjes. En dan alweer aangekomen bij de laatste outfit van Naked. Dit is echt een van mijn favorieten. Het is als eerst een getailleerde witte blousejurk in maat 38. En daar heb ik echt de gaafste schoenen bij. Zit al in een huge ass doos. En ik heb deze hakken zoveel voorbij zien komen. En ik dacht, I need them. Amazing. Ja, ik vind dit gewoon geweldig. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze zitten. Ik hoop dat de hakje niet te hoog is. Ik heb mijn alle schoenen gewoon in maat 39. Ja, ik wil ze snel aandoen. Ik ben zo benieuwd hoe dit gaat staan. Ja, ik vind dit dus echt helemaal amazing. Ik vind de jurk super leuk. Ik denk dat ik er wel nog misschien een riempje omheen zou doen. Want hij is dus alsnog wel een beetje onder die getailleerd. Dus een beetje aan de losse kant. Maar kan op zich ook wel gewoon leuk zijn. En dan die hak eronder. Ja, joh, ik ben helemaal fan. En ik vind dat het ook prima kan voor feestje najaar. Want ja, je hebt echt alleen je knie wat je ziet. Die ook is echt vet gekreukeld. Hij schijnt dus wel een beetje door. Dus ik zou wel een witte BH eronder aandoen. Maar super, super leuk. Leuke blazerjas of zo eroverheen. Misschien een riempje erom. Dan is het helemaal klaar. Helemaal leuk. Even de laarzen nog goed van dichtbij laten zien. Echt amazing. Echt love it. Dan heb ik als laatste nog hoge sokken. En eigenlijk wil ik deze ook van Nike gaan kopen. Maar ik wil eerst even kijken of ik dit een beetje ga dragen. En of ik het leuk vind. Om dus van die hoge sokken onder een sneaker te dragen. Ik denk dat ik het heel leuk vind. Maar ik wil eigenlijk die van Nike. Maar ik dacht, het is wel leuk om ze even te bestellen. En dan kijken of ik het vaak aandoen. Of ik het leuk vind staan voordat ik dure Nike sokken koop. Dus dat zijn eigenlijk alle items. Heb je nou een leuk item gezien of ben je helemaal in geïnspireerd? Vergeet zeker niet op de link in mijn beschrijving te klikken. En mijn kortingscode staat voor 20 te gebruiken voor 20% korting op de gehele website. Dan hebben we natuurlijk ook nog Chicel. Chicel heeft altijd heel veel leuke dingen. Ik heb nu vooral weer items gekozen gefocust op het najaar. Ik ga deze boel even opruimen en dan ga ik alle items laten zien. Oké, dan verder naar Chicel. Ik heb bij Chicel. Dus ik heb eigenlijk allemaal tops, trui, meer trui eigenlijk. Laten we beginnen bij mijn favoriet. Dat is echt, echt deze trui. Ik zag hem en ik dacht, ja, dit vind ik leuk. Maar toen was het alleen nog maar maat L. En toen dacht ik, boeien, ik doe gewoon lekker maat L. Want dan heb ik gewoon een superleuke oversized trui. En nou, ik vind hem best meevallen hoor, maat L. Dit is de print. Echt super, super leuk. Ook leuk met een oversized blouse eronder. Ja, gewoon lekker simpel, leuk. Zit heerlijk zacht. Gewoon, ja, dit zijn gewoon die items die je gewoon wil hebben. En lekker een truitje aan kan doen. Ziet er leuk uit. Wat ik ook vaak zie is dat mensen hun truien dus zo dragen. En dat vind ik ook heel leuk op een spijkerbroek. Heel leuk. Dus zo kan je hem ook nog combineren. Dat vind ik super leuk voor als je hem echt als outfit wil dragen. Dan heb ik hier een blouseje. Maar ik kan me dus echt niet van halen wat dit nou precies was. Oh ja. Oh, deze is leuk. Dit is een cropped blouseje. En hij heeft twee verschillende zwart-wit prints. Ja, dit is ook gewoon altijd leuk in de herfst voor bovenop een broek. Gewoon leuk. Herfstig, geruit printje. Nou, dit is het ding. Hij is dus cropped. Maar dit is gewoon, ja, ik vind het zelfs hier gewoon leuk op staan. Helemaal niet zo bijzonder, maar wel gewoon simpel. Ja, gewoon een leuk item om lekker aan te doen. Nou,
Ik heb er gewoon niks over te zeggen. Ja, wat moet je hier, wat moet ik allemaal hierop zeggen? Het ziet er gewoon leuk uit. Dit is het. Dit is de print. Leuk, herfstig, hè? Hoi. Hoi, hoi. Dan heb ik hier een coltrui van mij. Mooie grijze tint. Oh ja, deze heeft dus schoudervulling. Heel leuk. Dus het staat dan een soort van wat chiquer. Leuk colletje. Dit is de trui. Heel, heel leuk. Kun je leuk combineren met een mooie grote ketting of zo. Lijkt me leuk hierop. En ja, de schoudervulling maakt het wel wat chiquer, zeg maar. Dus geeft wel wat meer vorm erin. Het staat best wel een soort classy. Dus wel leuk voor stage ook. Heel erg leuk, ja. Als hij een schoudervulling niet had, dan was het een beetje moe. Maar nu vind ik het wel echt heel erg leuk. Dan het volgende item is echt een fel roze kleur. Ik vind het de laatste tijd heel leuk om echt een hele basic outfit te hebben. En alleen pop-out kleur. En ja, fel roze kleur is altijd leuk. Dit is zo'n truitje. En dit is meer voor een feestje of voor uitgaan. Wow, dit ziet er echt ontzettend ingewikkeld uit. Nou, dat valt wel mee, denk ik. Ik moet hem denk ik gewoon even aantrekken. Ik vond het wel gewoon iets leuks en grappigs hebben. Oké, nogal heftig. Het is wel een heel heftig topje. Je kan er amper een BH onder, zeg maar. Komt er een beetje onderuit. Maar oké, ja, dit is dus echt voor een feest. Voor een grappig feest. Want dit ga ik echt niet alledaags dragen. Hij ziet er zo van achteruit. Wel heel leuk. Ja, oprecht leuk, maar ik vind hem heel erg heftig. Het volgende item is een shirt of zo. Oh, dit is een hele erg aangesloten kol. Gewoon een soort shirt in een shirt stofje. Oh, dit gaat zo kut worden met make-up. Maar ik denk dat het heel leuk is. En dit is ook leuk om hier overheen een trui te doen. Oké, dit is de trui. Het is echt vreselijk om over mijn hoofd heen te krijgen met make-up op. Dus dit moet je echt aandoen voordat je make-up gaat doen. Hij is wel een pissie doorschijnen. Dus je moet liever een lichtere BH eronder. Maar ik vind het wel heel fijn dat hij echt gewoon lekker strak en aangesloten is. En ja, dit is gewoon leuk om hier bijvoorbeeld een trui overheen te doen. En dan heb je een leuk colletje aan de onderkant. Dus ja, het is echt een soort t-shirt col. Ik vind het wel echt een leuk kleurtje. En ik denk dat het echt leuk te combineren is. En dan het volgende wat ik heb is een blouseje. Dit is een super leuk kleurtje. En dit kleurtje vind ik echt heel leuk. Deze is echt bedoeld om te knopen. Want er zitten aan de onderkant dus ook twee van die dingetjes. En veel kan knopen. Dus een beetje oversized, groenig blouseje. Ja, dit is gewoon altijd goed. Ik ga kijken of het leuk staat als ik dat hier overheen aandoe. Of misschien is het wel heel erg weird. Oh nee, dit vind ik dus echt best wel leuk. Dat je zomaar een blouseje hebt. En daaronder een colletje. Misschien zat het wel vet raar met knopen, maar... Oh nee, ik vind het eigenlijk wel leuk. Het kan ook natuurlijk heel goed los. Maar ik vind het ook wel leuk met zo'n colletje eronder. Dan het volgende item is dit. Dit is een topje met een leuke V-hals. Ik vind het kleurtje heel leuk. Echt een herfstkleurtje, een beetje oranje-bruin. En deze kan je dus soort om je heen wikkelen en aandoen. En ik vind dit altijd leuk voor op een broek of zo. Oké, dit is het top. Hij heeft een ontzettend diepe V-hals. Ik heb hem nu echt zo strak mogelijk geprobeerd te knopen. Ik vind het wel, by the way, een hele leuke top. Maar wederom... Echt voor een feestje, voor uitgaan, zoiets. Dan is hij wel leuk. Of voor uit eten of zo. Wel een leuk detail zo. En van achter leuk geknoopt. Dus dat is allemaal heel leuk. En dan het laatste item. Dat is iets super chills. Het is gewoon een hele zachte, fluffy trui. Heerlijk voor de koudere dagen. Dit is gewoon een trui waarin je een teddybeer bent. Iedereen jou wil knuffelen. En je gewoon... niet wil missen. Deze trui wil je gewoon niet missen. Dus laat me vallen. Dit is de trui. Het is ook een capuchon. Nee, dit is echt leven. Ik heb echt zoveel liefde voor dit soort truien. Truien. Je kan hier dus ook aanknopen dat hij een beetje kropt is. Ik vind het zo heerlijk. Ik leef hier echt in als het koudere dagen zijn. Dus deze vond ik echt heel leuk. Echt een soort teddy ding. Ik zou dit ook gewoon echt oprecht aan doen wanneer mijn als het echt koud is. Ik bedoel, het kan er ook nog best wel een soort fashionable uitzien als je een leuke broek, schoenen erbij aan doet.
hè, weet je, boeien. Dit was dan wel weer het laatste item. Dus dit was eigenlijk de hele shoplog. Ik heb echt bizar veel nieuwe leuke items voor het najaar. Vond je het nou ook leuk? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. En vergeet natuurlijk niet op mijn kanaal te abonneren. Support your girl. Klik op die rode knop. En vergeet de notificatie gewoon niet aan te zetten. Dan blijf je altijd up to date als ik een nieuwe video plaats. Je kan me ook stalken op Instagram. Daar heet ik ook gewoon Sarah Verwoord. Heb je nou iets leuks gezien of ben je geïnspireerd? Vergeet zeker niet de kortingscodes te gebruiken. Die staan in de beschrijving. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!